Anno, een 3-1 verlies in Heerle Heide. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Nou, een hele zware wedstrijd. Thuis hadden we van Groenesteel gewonnen. Maar je weet gewoon dat het een goede ploeg is. En daar kwamen we de eerste half wel achter. Dus dat speelde vol druk op ons. En de bal was constant te heet voor ons. En dat leidde steeds tot balverlies. En dan heeft Groenesteel gewoon een aantal spelers die voor behoorlijk gevaar kunnen zorgen. De twee buitenspelers met name. En de spits. Ja, dat zorgde voor heel veel druk bij ons. En dan word je nog onrustiger. Dus dan kom je in een soort neerwaartse spiraal. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, mogen we blij zijn dat we met rust maar met 1-0 achterstaan. Wij kregen ook wel twee mogelijkheden. Maar ik was blij dat we de rust met 1-0 haalden. En tweede helft dachten we uit een ander vaatje te gaan tappen. Maar ja, dan valt die 2-0 meteen. Ja, dan houdt het op. Dan wordt het lastig. Maurice, naar de uitgeleider in Dongen. Een dik verdiende winst vandaag tegen Hollandia. Ja, dat denk ik wel. Ik denk zeker dat hij verdiend was. Eerste helft denk ik dat we als ploeg vergeten om afstand te nemen. Het blijft natuurlijk 1-0. Ja goed, ik heb ook in de rust aangegeven dat natuurlijk dan wel altijd een heikel punt is. Ik denk dat er over de hele wedstrijd toe gewoon verdiend is gewonnen. En eigenlijk ook weinig in de problemen zijn gekomen. Mooie overwinning weer. Een overwinning met een lachende traan. Hè. Als je dan ook ziet met Reiner, dat was ook een beetje de wedstrijd voor vandaag. Nou ja, goed, en dan is het mooi dat je deze overwinning in ieder geval voor Reiner kunt opdienen. En dat ook eigenlijk een overwinning is voor hem. Amin, een mooie wedstrijd hier. Ja, zeker een hele mooie wedstrijd. Toen ik hier aankwam was het nog wat minder weer. Maar op een gegeven moment begon het zonnetje wel te schijnen. En, lekker. Aardig wat toeschouwers. En een hele belangrijke wedstrijd om aansluiting te maken naar de top. En ik denk dat we gewoon hele goede zaken doen. Ik denk dat we geen enkel moment in de problemen zijn gekomen. Met rust stond het 1-0. Het had makkelijk 3-4, misschien wel 5-0 kunnen staan. Maar ja, dan schort het een beetje aan een scherpte voorin. Toch bij ons, dat we niet de kans afmaken. En na rust, snel de 2-0. Vervolgens scoort je vrienden ook nog de 3-0. Ja, kom je eigenlijk niet meer in de problemen. Misschien die 3-1. Een beetje onoplettendheid achterin. En ook op het middenveld voorin. Uiteindelijk zijn we een team en we scoren samen. We krijgen ook tegendoelpunten samen. Maar al met al belangrijke 3 punten. Joey, in oktober was het nog een 3-0 verlies in Hoorn. Nu de ideale sportieve revanche. Ja, het was een goede wedstrijd van ons, vond ik. Ja, we zaten er goed in. Eigenlijk weinig weggegeven. Eigenlijk helemaal niets, vond ik eigenlijk. Ja, dus een mooi resultaat, ja. Kijk nou naar het verloop van de wedstrijd. Ja, je komt 1-0 voor. Daarna laat je het eigenlijk na om die trekker over te halen. Om 2-3-0 te maken. Ja, we hadden eerst zelf al genoeg kans om uit te lopen naar 2-3-0 eigenlijk. Ja. En dan wat comfortabeler te zijn eigenlijk. Ja. Maar de tweede helft zaten we weer hetzelfde in als de eerste helft. En 2-0 viel snel. En toen was het eigenlijk wel een beetje gelopen.